We hebben vanavond de opening gehad van Sportvorders. Morgen gaan we er van toe op. En vanavond sta ik naast Ria. Ja. Ja, en hier achter je zie je Rosa Mitta. Rosa Mitta komt uit Haiti. En in Haiti is er iets heel vervelends gaande. In Haiti zijn er heel veel kinderen die als kind slaaf worden ingezet. Kinderen die in een gezin wonen. Vader en moeder kunnen niet voor hen zorgen. Wat gebeurt er? Ze worden weggehaald door een familielid. Of ze worden nog erger. Ze worden verkocht. En wat gebeurt er op het moment dat die kinderen in een ander gezin zijn? Ze worden genegeerd. Ze worden geslagen soms, ze worden uitgebuit, ze moeten werken, krijgen geen toegang tot school. En wat Woord en Daad heel graag wil doen, samen met al die ondernemende mensen die hier aanwezig zijn, de kinderen bevrijden uit de slavernij. Nou, hoe gaaf doel is dit, Tim? Ja, heel gaaf. Toch? Je wordt er koud van, denk ik, als je kijkt naar de vrijheid die we in Nederland hebben. Ja, en als je het met eigen ogen hebt gezien, ik heb een paar van die kinderen ontmoet. Ik heb Rosa Mitta niet ontmoet, maar wel andere kinderen. Dan zie je ook echt welke triestheid ze uit kunnen stralen. Maar ook wat er gebeurt als ze uiteindelijk uit die slavernij verlost worden. En weer toekomstmogelijkheden zien. Weer durven dromen. Maar er is ook wat bijzonders met de foto. Ja, deze foto. Dit is Rosa Mitta. Die werd gemaakt op het moment dat onze partnerorganisatie haar vond. Op het moment dat ze haar vond. Ze zijn met haar aan de slag gegaan, ze hebben haar geholpen. En morgen heeft iedereen een klein blokje in zijn hand, in zijn tas. En dat blokje, als je de top bereikt, moet je dat blokje op een puzzel plakken. En uiteindelijk gaan we dan de foto zien van Rosa Mitta, hoe ze vandaag de dag eruit ziet. En ik kan je overklappen, stralen. Goedemorgen allemaal. We zijn onderweg naar Salt. Je zit op de helft van de eerste klim. En dat ik krijg met Jan Holtslag in de buurt. Jan, hoe gaat het? Het gaat uitstekend. Goede gezelschap, dus dat is altijd mooi. Mm-hmm. Vertrek met de montage was morgen prachtig, hè? Ja, schitterend. We hebben een prachtige zon. Er zijn ook bikkels die gaan hardlopen. En we halen er toevallig één in. Succes, hè? Doe het ergens voor. Voor de rest effect. Kinderen moeten afzien. Lieve mensen, we zijn boven. Dit is een plaat. Dit is de dokter, die heeft heel goed voor me gezorgd. En ik ga hem even opplakken. We zijn beneden, hè? En Marlon, dit is een fantastische klim. Het is vreselijk koud op die berg. We zijn even over de helft heen zelfs. Een stukje van 12,5%. Zwaar. Je krijgt een beetje pijntjes. Maar toch is het nog steeds de uitdaging. Is het natuurlijk helemaal niet vergelijkbaar met wat de rest-effects meemaken. Dan heb je het maar een dagje en dan heb je het een hele leven. Nog iets minder dan 6 kilometer. Het gaat nu beginnen, de top, nog 500 meter hoogtemeters. Hij is open. We gaan naar de bak. Lieve mensen, we zijn bijna boven. En ik ga echt kapot. Echt kapot. Het is hier vreselijk koud. Nog 600 tot 700 meter. Bijna, jongens. Bijna. Hey, jongens, daar zijn we. Kijk, dit is de motorrijder die heeft me begeleid. Jongens, het is echt hier onmenselijk. Zal ik jullie vast